glimmer from my new casa. Done working for today. Morgen nog een dagje. Vandaag was het heel chill, want ik moest het maar een half dagje. Omdat ik vannacht nog moest vliegen van Barcelona naar het noorden van Spanje. Dus morgen nog een dagje en dan naar New York toe. Maar ik ben echt super moe, dus ik hoop niet dat ik ziek ga worden of iets. Oké, ik heb dus sinds afgelopen week een nieuw iets dat ik doe. Ik doe elke avond Olaplex in mijn haar, wat ik al vaker al deed. Maar Olaplex gemengd met castor oil. Castor oil is heel goed voor je haar, voor de groei en voor dikker maken en alles. En Olaplex ook een soort van protection layer. Let's see if it helps. Ik heb het idee dat ik heb gebruikt nu een week en ik heb het echt idee dat het een beetje helpt. De vlucht was één grote ramp. Ik heb me net gehaald allemaal. Ik had een anderhalf uur vertraging. En die vrouw zei, die flight attendant zei, you have to change your flight, you're not gonna make it. Ik zei, just give me a try. If I don't gonna make it, I'm just gonna rebook my flight and go to Amsterdam instead of New York. Want anders had het echt geen zin gehad. Ik ga maar voor anderhalf dag naar New York toe. Dus ja. Wow, mijn haar lijkt echt alsof het me afgeknipt is nu. Wow. Fijn. Ik ben in New York. Ik ben net meteen naar Cryo gegaan. Ik dacht, ja, why not? Ik heb nu wel heel koud, moet ik toegeven. Maar ik dacht, het is goed voor mij om wakker te worden. Ik denk dat het geholpen heeft. Good morning, New York. Koffie bound. Oké, nagels gedaan. Ondertussen een beetje gestrest, want mijn zus is in Zuid-Amerika en die heeft een buskaartje nodig. En die heeft niet goed internet, dus heb ik even gefixt terwijl ik mijn nagels deed. En ze zijn niet eens ruined. Ze zijn allemaal goed nog, dus happy. Ik heb net echt in 5 minuten alle Christmas presents gehaald. Ik doe met de familie een soort cadeautjespel iets. Dus je hoeft niet persoonlijke dingen voor iemand te kopen, maar gewoon grappige dingen. Shit, dat was easy. Justin is cryo. Het is echt super koud. Kim, how do we feel? Oké, dat was dus een next stop dan. Cryo gedaan. Voelt zo chill. Wow. Maar weet je hoe het nu voelt? Alsof mijn nippels totally frozen zijn. Ik heb weer meegesleurd naar een meubelzaak. Gezellig. Een nieuw kleren gekocht, heel blij mee. Dan ga ik zo naar huis en klaarmaken voor diner.